Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben met... Moet ik mijn eigen naam zeggen? Emmy. Emmy. Vandaag gaan we kringloop shoppen en we zijn bij Noppes. In Beverwijk. Echt heel leuk. Ik ben dan bij verschillende Noppes geweest en ik zei tegen Ro, hier moeten we een keer heen gaan. En toen wilden we naar een Noppes gaan die we nog niet echt kennen of niet zijn geweest. En toen was het Beverwijk. Ik ben heel benieuwd. Of all places voor ons dan. Ja. Oké, let's go. We zijn binnen. Het is mega groot, ik weet niet of je iets kan zien, maar dit is alleen nog maar kleding en daar is nog helemaal home spullen en zo. Mee is al she gone already. Hey. Ik heb net echt zo'n leuke video opgenomen en je moet hem echt... Hè? Zo, ik zit hier een promo voor jou te maken. Ik ga ze weer playetten. Je bent zo enthousiast. En Mee heeft net echt zo'n leuke video opgenomen. Met elkaar? Ja, 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 ja. Maar die staat als goed zo online. Ja, ik zal deze even in de beschrijving zetten. En we hebben zeg maar een ugly thrift item challenge gedaan. Je moet het gewoon zien. Ik kan niet eens meer uitleggen, want het is hier zo bloedbenauwd. Hele mooie kool. Wow. Maar het is zomer, dus laten we het snel terughangen. Mooie kleuren. Mooi. Even mee kwijt. Ja, ik ben er kwijt. Ja, top. Ik loop net en ik zie het. Hoe cute. Zo cute. Oh nee. Echt niet vinden. Ik heb het toch gevonden. Nou, dus deze laten zien. Kijk dit aan. Deze broek. Mijn sneakertjes. En een off-shoulder shirt. Dit is het systeem van ME. Super handig toch? Wat een topper. Ja, maar het look at fout. That. Oh. Kijk, als ze allemaal heeft, joh. I just have to wait. Ik dacht, don't have to wait. Ik deed dit. Niet goed. ME. Mm-hmm. Goeie mochel. Oh. Het is wel echt een challenge hier. Girl, ik heb die echt net in mijn vlog gezet ook. Ja, ik zo. Ik zei, het is echt een mooie, maar het is zo. Leg maar terug, Romane. Maar hij is echt mooi, hè? Ja, mooi hoor. Echt heel mooi. Het is fijn. Alles ruikt gewassen. Maar dat is wel anders. Oh. Mee heeft een hele mooie bruine jurk teruggevonden die ik al eerder had gezien. I love it. Ik ben benieuwd. Altijd ben ik er nog bij, echt waar. Cute. Wel super cute. Kijk, het is crochet. Crochet? Mm-hmm. Krasant. Crochet. Krasant. Krasant. Die liet ik net. Wij zijn echt de same person. Ik liet die net zien. Oh. Ja. Echt heel mooi, maar hij is wel heel lang. Heel mooi. Ik zie hem, ja. Kijk, dat is het voordeel dat ik mee. Zij past die lange jassen. En ik niet. Voor zijn print. Ik denk dat ook niet. Echt beautiful. Heel mooi. Nou. Bye. Oké. Okay. Deze jurk is 4,50. Van de Vroom en Dreesman. Ik ga stuk. Dat is echt de oude idee. 4 euro voor het blouseje. Dan heb ik deze. En nu denk je misschien... Maar ik dacht, als je nou hier dit in een broek doet, kan het misschien best wel mooi zijn. Ook 4 euro. Dus met alles 4 euro. Ik mis een kruk. Hè? Ik mis een kruk hier. Oh. Ze mist een kruk. Ik heb geen kruk. Heb je een kruk? En deze? Nee, heb ik niet. Oh. Wat? Wat is er? Dat jasje is 17,50. Welk jasje? Ja. Wat?
17,50. Dat is volgens mij verkeerd hoor. Dat slaat nergens op. Dat slaat echt helemaal nergens op. Die leren jassen, blazers zijn 7,50. Nee, dat moet zo vooral. Nou, dat slaat nergens op. Ik ga niet eens passen. Jawel, ik ga maar passen. Oké, het past echt totaal niet op de broek. En ik vind hem ook niet heel leuk. Het is gewoon... Ja, nee. Nee. Mm-mm. Het jasje is echt gewoon boring en niet... Ik heb nu deze aan. En het is beautiful. Ik had echt niet verwacht. Maar ik ook wel op gewoon deze broek voor me heel... beetje Moroccan vibes. Wow. En dit knoopje kan gewoon dicht, maar dat kan ik even niet doen. En meestal is het niet zo vol. Ik ben heel benieuwd wat ze er nu van vindt. Ik was maar benieuwd. Ja. Was ik even met Tassie ook? Kan ik? Ja. Nou, dat had ik niet verwacht, nee. Dat zeg ik! Dat is zo beautiful! Kijk! Nee, ik had het sowieso niet verwacht. Ik vond het niet zo. Nee, dat kan ik zeggen. Pretty. Echt, en ook met mijn tas zo. I love it. Alleen misschien jammer van die broek, zeg maar. Dat past niet echt erop, want het is een andere kleur, maar... Ik vind het juist leuk. Ja, nee, als je heel goed kijkt, het is een heel andere kleur. Ja. Dat zie je hier nu niet, maar... Nee, ik zie wel een andere kleur, maar ik vind het in dezelfde kleurtoon. Ah, dit is echt iets wat ik, zeg maar, niet heb. Dus ik ben heel trots op mezelf dat ik iets koop wat ik niet heb. Go me. Wat vind je hiervan? Let me know. Ja, wat mooi, chic, elegant. En dan... Aan de achterkant, hier stopt het dan. Valt het ook heel mooi. En dan... Hoppata. Oké. Ik weet niet wat ik hiervan vind. Hij is best wel groot. Let's be real hier. En ik heb hem ook niet echt goed geknoopt. Dus ik moet hem echt even... Ik vind de kleuren namelijk wel echt prachtig. I kinda like it. I don't hate it. Het is gewoon... Ja, alles is altijd beter met een tas. Ja, dat is... Alleen, kijk maar deze broek. Je ziet het wel hier, zie je dat? I'm doing my best, but... Wat vinden we hiervan? Ik vind het best wel leuk. Ik weet het niet. De jurk aan. Oh, er valt even iets uit. En ik had het echt niet verwacht. Puur omdat het gewoon een basic bruine jurk is. Super lekkere stof. En it's pretty. Ik had echt niet verwacht. Nou, je ziet het niet heel goed wat voor kleur het is. Maar het is dus bruin. Hij is dus maar 4,50. Echt, ik weet niet wat voor stof dit is. Maar het is heel fijn. Het is heel... Even kijken bij de tassen. $3,50. By the way, ik wil even zeggen. Alles ruikt zo schoon. En heel vaak bij een kringloop is dat natuurlijk niet. Maar hier bij Noppes dus wel. Oké. En May vindt net dit jurkje. Er zijn meningen verdeeld. May is een full lover. En I'm a lover. Maar ik weet het niet. Mag ik ook even de achterkant filmen? Wacht. Het is gewoon een beetje bewegen, zeg maar. Het is gewoon... Kijk, hier zit het echt heel mooi. En nou, deze moet eventjes zo om. Even netjes. Kijk, want het is ook niet strak. Dus het snijdt niet. Het staat heel netjes. Ja, dit vind ik heel mooi. Dit, ja, is heel mooi. Hoe lang ik naar kijk, zelfs met jouw bloed. Ja. Hoe lang ik naar kijk, hoe leuk ik het wel vind. Misschien met gewoon een staartje. Alleen, je moet gewoon heel erg aan wennen of zo. Snap ik. Maar het is mooi. Heb jij zo'n jurkje ook? Nee. Ik zou het wel leuk vinden, zo'n halter. Ik krijg heel vaak de vraag waar ik bepaalde items vandaan heb. En vaak moet ik dan helaas zeggen van een vintage winkel. En dan kunnen die mensen dus niet meer terugvinden. Dus wat ik heb gedaan is een vintage inspired board gemaakt op Hadza. In mijn vorige video heb ik het al een keer over gehad. Maar nu bijvoorbeeld de jas waar ik eigenlijk best wel van baalde dat ik die niet paste.
Omdat vaak dit soort trenchcoats te lang voor mij zijn. Ik ben maar 1,60. Heb ik gevonden op Zaful. En ik heb hem dus in het bord gezet. En ik heb ook nog een aantal andere items gezet. Dus hier zie je nog een trenchcoat. Die ik in deze video een beetje inspired van zijn. Dus hier de haltertop. De jurk. De blouse. Nou, het jack. Heel veel andere dingetjes. Dus daar heb ik nu een board van gemaakt. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn board. En naar mijn andere shoppingboard met mijn andere favorites. Kijk dan even het linkje in de beschrijving. Oké, dat wil ik even zeggen. Dus wie weet helpt het mensen. Oké, bye! We zijn bij het home gedeelte. En ik zie echt gelijk allemaal dingen van hout. Deze bijvoorbeeld. Dit vind ik heel leuk. Voor je pan op te zetten. 30 cent, jongens. Look. Het is echt huge hier. Oeh, mandjes. Wijnen. Eerlijk toegeven, ik heb laatst zoiets gekocht. Waarom? En dat was voor van een golftoernooi in het 98. Nou, zou ik eerlijk toegeven? Ik zocht gewoon een kut iets. Want, kut iets. Dit is uit 89. Jongens. Maar je weet dat Lawrence. Ja. Lawrence is een kut collega soms met zijn rotopmerkingen. Dus ja. Dan zouden we zo doen. Lawrence, kutste opmerking van de week. En dan moest hij een week op zijn tijd. Oké. Amsterdamse boogie kampioenschappen. Boogie nights. Cute. Ja. Wat is dit? Eigenlijk, hè. Hele verhalen kun je hiervan maken. Nee, dat wilde ik net. Je kan gewoon een dubbel leven. Wat ik heel bijzonder vond. Dus deze. Tour de Vos. Tour de Vos. En die heb ik dus 10.000 euro meegekregen. Zeg maar. Heel leven. En hier, dit was ook leuk. Voor de winstserie. Dat is mij vergeten. Wandelen, dus tweetjes, gingen wandelen. En wie lang bleef wandelen, die hield het vol. En ik hield het vol. Dus. En deze dan ermee? Waar heb je deze vandaan? Die is wel groot, nou, hè? Die was wel groot, maar dat was een teamprestatie. Ja, was het inderdaad. Ik moest namelijk voor de Rock'n'Roll Associatie. En dit was de tweede prijs, tweede klasse. En ik doe natuurlijk de eerste klasse nu. Van Bob. Wacht even. Ik ga het altijd een keer uitspreken. Het is mijn eigen hobby nog. Wacht even. Bob Arebob Trophy. Maar weet je wat ook was? Dit was ook een grote broek. In grote broek. Ik vind dat gedaan. I love it. Ik wil snel weg voordat je weer wat vraagt. Je hebt wel veel boogie trofees. Ja. Zoals je kunt zien, dit is er allemaal. Sportzieke verlichting, witgoed, remedelijke bedden, bouwtoilet. That way. En, dit heb ik nog niet laten zien, maar ze hebben een freaking aquarium. Nou, heb je dat ooit gezien in de kringloop? Ik niet. I love it. Ik ga jou even halen. Het toiletbaan, en het kleine witgoed, kan je lezen. Verlichting, wat is de naam? Oké, we lopen naar boven. Ik ben heel benieuwd. Ik begin een beetje in te kakken. Dat we hier al 2 uur zijn. Nee, 2,5 uur. But we love. En dan daar. En dan, wie doen we daar? En dan is nog een verdieping boven. We herhalen elkaar de hele tijd. We zijn ook samen aan het vloggen, dus ja. Kijk, dit vind ik dus echt top, hè. Stel je voor, je hebt een kindje. Dat kind groeit toch? Dan koop je dat bij de kringloop. Ja, waarom niet? Dan denk ik echt, waarom koop mensen zo'n fucking mooi duur meubel? Je kind groeit als ik weet niet wat. School. En dan denk ik van, je kan dit gewoon leuk voor hoeveel? Hoeveel? Tientje. Echt waar? Bespaartip. Ja. En deze vind ik echt heel retro. Vind ik heel cool. Die zou ik kopen. Deze ik zou hem echt kopen. Kom maar. Yes. Love this. Kijk, wat een leuk matras. Zou ik nooit kopen, maar wat een leuk matras. Oeh. Faya. Fuego. Witgoed, bruinig. Lampen, fietsen, zomer, thema's. Oké. We zijn nu op de verdieping erboven nog. Zouden echt, zeg maar, op de site moeten zetten. Hé, telefoonhoesjes. We zouden echt op de website moeten zetten. Hoe groot het hier wel niet is, want het is echt, wij wisten het niet, we gingen gewoon. Kut, sorry. Dat was ik. Echt? Excuse me. Ik wilde die ballon pakken en ik laat alles omvallen.
Oh. Ik wil dit even naar je gooien, toch? Oh, hoor maar. We kunnen gewoon een heel... Oh, we moeten echt uitkijken zo, over die lampen. Kijk uit. Ik was er niet eens in, joh. Oh, jongens. Daar zitten ze hoor. Kijk, ze hebben Coca-Cola. Wat een avontuur weer, hè? Jeetje, Mina. Kijk even, we hebben... Uiteindelijk heb ik voor 19 euro... Heb ik dus... 4 kleding items en cola en Pringles. En Mee heeft ook echt zoveel leuke dingen. Ja, voor 23 euro. Oh, dus ik, mocht je benieuwd zijn. Oh. Ik zet alles in de beschrijving. Ik weet niet hoeveel ik in de beschrijving moet zetten, maar echt heel veel. Ik raad het echt heel erg aan. Het is Noppes in Beverwijk. En ze hebben dus allerlei andere filialen ook heel veel. In Nederland. Dus echt die ga ik ook even zeker bekijken. Want ik ben nog nooit geweest. Dat is echt een aanrader van de Mee. Ik heb echt zoveel honger trouwens. Als je deze video nou leuk vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Abonneer ook op en Mee van de Pijl. En dan zie ik je in de volgende video. Bye. Doei.